In het kader van de farmacotherapie-leerlijn is dit een samenvatting van het Hoogcollege Cardiovasculaire Middelen. De reden waarom we deze middelen opnemen in deze leerlijn is omdat deze middelen vrij hoog in het lijstje staan van middelen die problemen geven en bijwerkingen waardoor mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. U ziet op deze tabel dat ze bijvoorbeeld gastro-intestinale bloedingen veroorzaken en cardiovasculaire problemen, diabetes staat erbij, verstoring van elektrolytenvochtbalans. Dat zijn allemaal dingen die komen door cardiovasculaire middelen. Hier zie je ook het rijtje aan medicatie wat erachter staat en andere samenvattingen zal worden gesproken over de anticoagulantia. Maar u ziet bijvoorbeeld diuretica, rasremmers, vrij hoog staan in het rijtje met problemen. Die problemen geven helemaal onderaan bij bradycardie, ook andere cardiologische middelen. Want het probleem van cardiovasculaire middelen is dat mensen ze nodig hebben en dat het meestal wel goed gaat. Maar wat Johan Cruijff gezegd had kunnen hebben, het gaat goed tot het misgaat. Mensen zijn in een wankel evenwicht en op het moment dat het allemaal goed gaat, hebben ze die middelen nodig. Maar op het moment dat het even niet goed gaat, kunnen die middelen ook grote nadelen geven. Over welke middelen hebben we het? We hebben het over de diuretica onder andere. Die verdelen we vervolgens verder in de zogenaamde thiazide diuretica. Daarvan kent u misschien hydrochloorthiazide en chloortalidon. We hebben de lisdiuretica, daarvan herkent u waarschijnlijk furosemide en misschien bumetanide. De zogenaamde kaliumsparende diuretica, zoals spironolacton en amyloride. Dan hebben we de groep van de beta-blokkers en die verdelen we in selectieve en niet-selectieve beta-blokkers. En dan hebben we nog een beetje een vreemde beta-blokker, labetalol, omdat die zowel beta- als alfa-blokkade geeft. Dan hebben we de groep van de calciumantagonisten, waar we ook twee soorten van hebben, de zogenaamde dihydropyrines. Nifedipine en amlodipine zijn daar de bekendste van. En de middelen die een wat bredere werking hebben, zoals diltiazem en verapamil. Dan hebben we de remmers van het renine-angiotensine-systeem, de RAS-remmers. En daar hebben we inmiddels ook twee soorten van, de ACE-remmers en de angiotensine-2-antagonisten, ook wel angiotensine-1-receptorblokkers genoemd. En dan hebben we nog wat andere middelen die specifieke dingen kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld digoxine. Ik begin dit stuk met de diuretica. En als eerste bespreken we de thiazide diuretica en waarvoor worden ze eigenlijk gebruikt? Nou, de voornaamste reden is hypertensie en in mindere mate voor hartfalen. De lisdiuretica, furosemide bijvoorbeeld, die worden met name ook ingezet voor hartfalen, maar ook bijvoorbeeld bij patiënten met een levercirrose. De kaliumsparende diuretica worden met name gegeven als compensatie van het kaliumverlies wat ontstaat bij lisdiuretica en thiazide diuretica. Maar spironolacton heeft ook een eigen effect en wordt met name ook ingezet bij hartfalen in bijvoorbeeld vanaf NIA klasse 3. Een broertje van spironolacton met iets minder bijwerkingen is eplerenon. Dit is nog even een korte herhaling van de fysiologie van in ieder geval twee belangrijke diuretica. En u ziet hier in deze dia het aangrijpingspunt van de thiazide diuretica. Dat is hier en de lisdiuretica, zoals de naam al impliceert, werken die op de lis van Henle. De kinetiek van de diuretica. Furosemide werkt ongeveer 6 uur. Daar komt de naam ook vandaan, last 6 hours, de naam LASIX. De werking wordt minder bij nierfunctieverlies, wat inhoudt dat je meer nodig hebt voor hetzelfde effect. Thiazides hebben weinig effect als de klaring echt heel slecht is. En lisdiuretica zul je dan dus hoger moeten doseren. Als je kijkt naar het cardiovasculaire systeem, dan kun je dat eigenlijk opvatten als de ouderwetse V is I mal R formule, zoals u die vroeger ooit bij natuurkunde heeft gehad. Kun je dus iets doen aan de perifere weerstand. Je kan iets doen aan het hartminuutvolume, je kan iets doen aan de hartfrequentie. En wat er eigenlijk gebeurt met diuretica is dat je het hartminuutvolume wat reduceert, omdat je zorgt dat mensen wat water en zout kwijtraken. En in deze dia kun je zien welke positieve effecten dat zou kunnen hebben. Wat u ook ziet is dat dat dan weer natuurlijk andere mechanismen juist weer activeert, zoals bijvoorbeeld het RAS-systeem zou worden geactiveerd. Wat zijn de problemen die ontstaan met lisdiuretica en thiazide diuretica? Op de eerste plaats kan er sprake zijn van een hyponatremie, wat eigenlijk vooral optreedt bij de thiazide diuretica en zelden of nooit bij alleen lisdiuretica. Op de tweede plaats hypokaliemie, dat is een bijwerking van zowel de lis als de thiazide diuretica. Uiteraard dehydratie, met als gevolg eventueel nierfunctieverlies. En dit is vooral bij de lisdiuretica, omdat die een sterker natriuretisch effect hebben dan de thiazide diuretica. En mede als gevolg van dehydratie kan dit leiden tot hypotensie. En met name bij ouderen geeft dat een verhoogd valrisico, als er sprake is van orthostatische hypotensie.
Wat zijn de problemen van de kaliumsparende diuretica? Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, dat is met name een hyperkaliemie. Om even te beginnen bij de hyponatremie, dat komt best vaak voor. Dit is een al wat oudere publicatie, waar zelfs wordt geschreven over de silent epidemic of thiazide-induced hypernatremia. Wat gebeurt er bij een hyponatremie? Die ontstaat meestal binnen 2 weken na start van een diureticum, maar die kan zelfs al heel snel ontstaan, ook al na 1 of 2 dagen. De meeste mensen hebben er niet zoveel last van, zeker als natrium niet zo heel erg laag zijn. Maar als je er klachten van krijgt, kan dat misselijkheid zijn, moeheid, zwakte. Mensen kunnen wat meer verward zijn en met name oudere mensen hebben een hoog risico om te gaan vallen. De correctie van de hyponatremie kan op zichzelf ook weer problemen opleveren, zoals cerebraal oedeem en de zogenaamde centrale pontine myelinose, wat een ernstig ziektebeeld is en wat ook irreversibel is. Wat zijn de redenen waarom thiazidediuretica, met name thiazidediuretica, hyponatremieën geven? Nou, op de eerste plaats is het natuurlijk het effect van het diureticum zelf. Je bent minder goed in staat om vrij water te klaren. Je verliest daarentegen wel altijd wat natrium. Er wordt antidiuretisch hormoon vrijgemaakt als reactie op het diureticum. Dat maakt dus dat je minder vrij water kan klaren. En je verliest, zoals ik al eerder zei, ook nog eens een keer wat kalium. Dit is natuurlijk vooral een risico bij bepaalde type patiënten, zoals patiënten die om een andere reden al minder vrij water kunnen klaren, zoals bijvoorbeeld oudere mensen. Of mensen die vrij veel water drinken, omdat ze bijvoorbeeld ooit ergens gelezen hebben dat je 2 of 3 liter water per dag moet drinken. Dus mensen met een verhoogde waterintake en een verlaagde zoutintake, wat op zich goed is bij mensen met hypertensie, in combinatie met de thiazidediuretica, ook nog eens een keer bij oudere mensen, geeft het grootste risico op een hyponatremie. Als je daarnaast bij 2C ook nog eens andere middelen neemt die ook een effect hebben op het plasma natrium, kun je uiteraard heel makkelijk in de problemen komen. Dat het vaak voorkomt, dat is redelijk goed aangetoond. In deze grafieken ziet u wat de gemiddelde natriumconcentratie is na het gebruik van een diureticum. En dan zie je dat eigenlijk 13,7% van de mensen al standaard onder de 135 zit. Dus eigenlijk is er bij die mensen al sprake van een hyponatremie. 3,7% van de mensen zit zelfs onder de 130 en bijna 1% van de mensen zelfs onder de 125 bij een thiazidediuretica. U ziet trouwens hier op de onderste grafiek dat ook de plasmakaliumcurve naar links verschuift met een thiazidediuretica. Wie zijn het meest at risk, zoals hier nog een keer staat? Dat zijn met name de oudere mensen, dus de mensen van 70 plus. En als je zelfs kijkt naar 80 plus, neemt dat alleen maar toe. Dat risico ten aanzien van leeftijd is minder prominent aanwezig bij de hypokaliemie. Dus het gemiddelde daling van het natriumgehalte is bij oudere mensen 1 tot 2 punten gemiddeld, met natuurlijk uitschieters met een grotere daling. Welke middelen kunnen dan ook nog eens een keer een hyponatremie verzorgen en zijn dus samen met de thiazidediuretica kunnen dan een extra probleem vormen? Nou, uiteraard is de lisdiuretica en de thiazidediuretica als je ze combineert, maar denk met name ook aan psychofarmaca zoals amitriptyline, fluoxetine, de SSRI's, maar bijvoorbeeld ook het antiepilepticum carbamazepine is vrij berucht om het krijgen van hyponatremie. Wat moeten we eraan doen? Wat eigenlijk het beste is om na een aantal dagen na start van een thiazidediureticum bij risicogroepen het plasmanatrium te controleren. Dat zou je kunnen doen bij iedereen boven de 80, omdat die het grootste risico vormen. Met iedereen boven de 70 als er ook een ander risico is, zoals bijvoorbeeld een SSRI. Maar ook andersom, als je een risicomiddel toevoegt aan een thiazidediureticum, dus je geeft iemand bijvoorbeeld een antidepressivum met een SSRI die al een thiazidediureticum heeft, controleer je het natrium. En ook op het moment dat er sprake is van intercurrente ziekte, zoals bijvoorbeeld diarree of braken. Wat zou je kunnen doen bij mensen die een chronische hyponatremie hebben? Nou, op de eerste plaats zou je natuurlijk de overdreven vocht- en zoutinname kunnen bespreken. De mensen die dus inderdaad 2-3 liter water per dag drinken, moeten dat misschien niet doen. Je kan natuurlijk nadenken of dat een thiazidediureticum wel de beste keuze is voor deze patiënt, of dat je een ander middel moet kiezen om bijvoorbeeld de hypertensie te behandelen. Zorg dat je de patiënt goed instrueert, dus dat hij bij misselijkheid, braken of klachten van hyponatremie aan de bel trekt. En pas op met co-medicatie. Die mensen die al krap in het natrium zitten, dat zijn natuurlijk niet de mensen die je zomaar een SSRI bijvoorbeeld zou moeten bijgeven. Dan ga ik overstappen naar de hypokaliemie. En ook daarvoor geldt dat dat vaker bij ouderen voorkomt, maar vooral ook als er sprake is van een verminderde intake.
of als er op een andere manier kalium wordt verloren, zoals bijvoorbeeld als gevolg van diarree. Wat kun je daaraan doen? Nou, op de eerste plaats weer instructies ten aanzien van diarree, ziek zijn, symptomen. Wat ik in het begin van de presentatie al zei, deze middelen zijn nodig zolang de patiënt goed gaat. Op het moment dat hij ziek wordt, koorts krijgt, diarree krijgt, dan moet hij misschien stoppen met bijvoorbeeld zijn kaliumsparende diuretica. Dus die instructies moeten wij de patiënt geven. Op het moment dat het kalium laag is, kun je dat suppleren. Er zijn een aantal mogelijkheden voor, maar het liefst oraal met drank of tabletten. Drank is het meest effectief omdat daar het meeste kalium in zit. Je zou een kaliumsparend diureticum kunnen toevoegen als er sprake is van een hypokaliemie. Je zou een RAAS-remmer kunnen toevoegen ter compensatie van een hypokaliemie bij een diureticum. En nog belangrijk is ook dat je moet oppassen met dioxine. Want dioxine geven aan mensen met een hypokaliemie kan extra gevaarlijk zijn ten aanzien van het optreden van ritmestoornissen. Dan hebben we dehydratie en dus hypotensie, vooral orthostatische hypotensie. Ook daarvoor geldt weer dat de ouderen het meest at risk zijn. Die hebben vaak al andere redenen om makkelijk te vallen en zijn minder goed in staat om lage bloeddruk te compenseren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de alfa-blokkers die veelvuldig worden gegeven voor bijvoorbeeld benichte prostaathypertrofie, zoals tamsulosine, die ook een wat vaatverwijderd effect kunnen hebben en in combinatie met een diureticum zorgen voor orthostatische hypotensie. Daarnaast natuurlijk andere middelen die het valrisico verhogen, zoals benzodiazepines. 'S Nachts opstaan nadat je in het begin van de nacht een benzodiazepine hebt genomen en dan ook nog eens een keer orthostatische hypotensie hebben, geeft natuurlijk een uitermate groot risico op vallen. Wat kun je eraan doen? Nou ja, als mensen heel erg gedehydreerd zijn, moet je ze natuurlijk rehydreren, bijvoorbeeld met fysiologisch zout. Maar het belangrijkste is dat je kritisch moet nadenken over de medicatie. Moet de bloeddruk daadwerkelijk zo laag zijn? Heb ik het middel nog wel nodig? En kan ik het niet gewoon stoppen? De hyperkaliemie, net hadden we het over de hypokaliemie, maar de hyperkaliemie kan ook heel erg optreden bij alle middelen die wij gebruiken om bijvoorbeeld hypertensie en hartfalen te behandelen. En dat zie je hier bijvoorbeeld terug. We geven beta-blokkers die een direct effect hebben op de renineproductie. We kunnen ACE-remmers geven die de omzetting van angiotensine 1 en angiotensine 2 blokkeren. We kunnen angiotensine receptorblokkers geven die de werking van angiotensine 2 blokkeren. En wat verderop in de cascade kunnen we ook nog aldosteron receptorblokkers geven. En al deze interventies kunnen opgeteld leiden tot een hyperkaliemie. Dus we proberen het RAAS-systeem vaak bij patiënten op meerdere plekken te attackeren, met als eindresultaat onder andere een hyperkaliemie. Nou, de middelen die het meest natuurlijk voor uitwisk zijn, zijn natuurlijk kaliumsparende diuretica. Zoals spironolactone bijvoorbeeld en triamterene. En daar hadden ook nog amyloride bij kunnen staan. Dat spironolactone een hoog risico geeft op hyperkaliemie weten we onder andere uit de Wales trial, een trial die werd gedaan bij hartfalenpatiënten en waarbij er een evident overlevingsvoordeel was als je bij patiënten met NIA klasse 3 hartfalen spironolactone toevoegt. Het nadeel was echter dat we er een paar jaar later achter kwamen dat dit echter ten koste gaat van het aantal opnames en zelfs het aantal doden als gevolg van hyperkaliemie. Na die Wales trial zie je dus dat het aantal voorschrijvingen van spironolactone enorm is toegenomen. Het was daarvoor eigenlijk een oud en vergeten middel en heeft daardoor weer een nieuw leven gekregen. Maar je ziet een aantal jaren later ook het aantal opnames en zelfs doden als gevolg van hyperkaliemie toenemen. Dit houdt dus in dat we veel beter het kalium in de gaten moeten houden bij deze mensen. Wat natuurlijk in de oorspronkelijke trial wel werd gedaan. Maar nadat het middel in het wild werd toegepast, werd dit natuurlijk veel minder goed gedaan. Nou, wie is er at risk voor hyperkaliemie? Vooral als er ook nog eens een keer sprake is van een verminderde nierfunctie. Nou, welke patiënten hebben dat? Uiteraard weer de ouderen die van nature een wat mindere nierfunctie hebben, maar denk ook aan de patiënten met diabetes en de mensen met hartfalen. Het risico wordt groter als je er ook nog eens een keer een RAS-remmer bijgeeft, dus een remmer van het renine-angiotensine systeem, zoals ik jullie net heb laten zien. Maar bijvoorbeeld ook in combinatie met een NSAID. En die middelen kunnen mensen gewoon bij het kruidvat of bij de ethos kopen. En wat soms nog een instinker is, is dat mensen stiekem kaliumsupplementen gebruiken. Bijvoorbeeld zoutarm zout, wat op zich voor de hypertensie en het hartfalen prima is, maar waarbij het natrium vaak is vervangen door kaliumchloride. Dat de nierfunctie achteruit gaat met de leeftijd weten we al jaren. Dat is gewoon normale fysiologie en niks pathofysiologisch. Je ziet grafieken die doorlopen tot ongeveer 75 jaar, maar die zou je kunnen doortrekken voor 80 of zelfs 90 jaar. En je ziet dat dat bij mannen nog iets meer uitgesproken is dan bij vrouwen. Wat kun je eraan doen? Nou, het belangrijkste is controleren, preventief. Controleer het kalium voor en na het starten van bijvoorbeeld een kaliumsparend diureticum en een renine-angiotensine-remmer.
bij iedereen boven de 70, bij mensen met een risicofactor, vermijd NSAID's en beperk de intake van het kalium. Nou, als je echt een hyperkaliemie aan de hand hebt die levensbedreigend is, zijn er een aantal dingen die je kan doen. Op de eerste plaats geef je calcium om het risico op ritmestoornissen te verminderen. Vervolgens kun je het kalium snel omlaag brengen met insuline en glucose. Iets wat langer duurt, maar meer voor de lange termijn is, dat is natriumpolystyreen, sulfonatriumzonium. En in uiterste gevallen en in acute gevallen kun je zelfs dialyseren om het kalium omlaag te brengen. Dan wil ik het hebben over de remmers van het renine-angiotensine systeem, dus de ACE-remmers en de angiotensine 2-blokkers. De ACE-remmers die eindigen allemaal op pril, lisinopril, enalapril, fosinopril en zo zijn er nog wel een aantal. En de angiotensine 2-blokkers eindigen bijna allemaal op artan, losartan, valsartan, ibuzartan. De indicatie voor deze middelen zijn naast hypertensie vooral ook hartfalen, maar ze worden ook veelvuldig ingezet bij angina pectoris of acuut coronaire syndromen. En ze zijn dé eerste keus voor de mensen met hypertensie en microalbuminurie als ze bijvoorbeeld diabetes hebben. Welke problemen kunnen ze geven? Zoals ik jullie straks op het plaatje van het RAS-systeem liet zien, leiden ook deze middelen, vooral ook in combinatie met andere middelen, tot hyperkaliemie. Ze kunnen tot nierfalen leiden. De paradox is dat we ze juist inzetten bij mensen met dreigend nierfalen omdat ze beschermend zijn. Maar het probleem is dat je net te ver kan gaan, waardoor ze juist het nierfalen verergeren. Ze kunnen hypotensie geven. Mensen die voor het eerst starten met een ACE-remmer kunnen daar behoorlijk veel last van hebben. Daardoor geven ze uiteraard valneigingen. Een iets wat zeldzamere bijwerking, maar die wel vervelend is, is dat mensen angio-edeem kunnen krijgen van het faringsgebied. En daar moet je mensen voor waarschuwen als je het middel geeft, want dan moeten ze acuut aan de bel trekken. De combinatie hyperkaliemie en nierfalen, dit komt dus vooral voor bij mensen met een verminderde nierfunctie, wederom de ouderen, mensen met diabetes, mensen met hartfalen, maar ook in situaties waarin het niet goed gaat, zoals dehydratie, diarree en koorts. Ook voor deze middelen geldt weer, ze zijn heel goed als mensen in een redelijke conditie zijn, maar op het moment dat ze ziek worden, moeten ze deze middelen misschien wel even stoppen. Daarnaast natuurlijk in combinatie met het diureticum en ook in combinatie met een NSAID. Waarom kan die nierfunctie zo snel achteruit gaan als je een RAS-remmer geeft en zeker ook als je er een NSAID bij geeft? Nou, je kan de glomerulus beschouwen als een espresso-apparaat. En voor een espresso-apparaat, dus lekkere koffie, heb je eigenlijk een aantal dingen nodig. En het belangrijkste is druk. Er moet een drukopbouw zijn in die nier om de koffie door het filter te laten lopen. En je hebt uiteraard flow, lees water nodig, een aanvoerend waterleidingssysteem voor het espresso-apparaat. Dat aanvoerend watersysteem is in het lichaam eigenlijk het effectief circulerend volume. Wat gebeurt er nou als je een ACE-remmer geeft? Dat staat in dit plaatje. De ACE-remmer werkt met name op het efferente arteriool en zal ervoor zorgen dat daar vasodilatatie optreedt. Dit verlaagt de druk in de glomerulus, wat op zichzelf een heel gunstig effect is, want daarmee gaat de glomerulus langer mee, heeft hij een langere levensduur. Maar als het drukverschil te groot wordt, kun je je voorstellen dat er op een gegeven moment geen koffie meer door het filter loopt, lees geen urine in dit geval bij de nier. Prostaglandines hebben vervolgens effect op het aanvoerend vat, dus eigenlijk op de flow. En die prostaglandines die zorgen ervoor dat in omstandigheden dat het nodig is, dit aanvoerend vat open blijft staan. Dit effect blokkeer je uiteraard op het moment dat je daar een NSAID overheen geeft. Dan heb je dus de combinatie van een verwijding van het afferente arteriool en juist een vernauwing van het afferente arteriool. Wat maakt dat de druk in het systeem zo laag wordt dat er geen urine meer doorheen loopt. Wat kun je eraan doen? Op de eerste plaats preventief. Ook hier geldt weer voor controleer het kalium voor en na het starten. Net als bij de kanispane diureticum, het lijstje is eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik heb het jullie al verteld. Dus bij iedereen boven de 70, bij iedereen met een risicofactor, vermijd NSAID's, beperk de intake van het kalium. En bij acute hyperkaliemieën staat hier nogmaals het rijtje hoe je het zou kunnen behandelen. Dan hebben we nog een andere groep middelen. Dat zijn de beta-blokkers en ik noem ze even in één adem met de calcium-antagonisten. Van de beta-blokkers kennen we bijvoorbeeld metoprolol. Denk eraan dat je het goede preparaat voorschrijft. Er zijn kortwerkende en langwerkende preparaten. Apothekers noemen die langwerkende retardpreparaten meestal MGA met gereguleerde afgifte. Anders zou je namelijk metoprolol 2 maal daags moeten doseren. En we kennen bijvoorbeeld ook atenolol, maar denk ook aan bisoprolol. En hiervoor geldt ook weer, als je in stofname denkt, eindigt het altijd op lol. En dan is het dus geen lol, want dan is het een beta-blokker. Beta-blokkers worden ingezet voor atriofibrilleren, hypertensie, hartfalen, maar bijvoorbeeld ook als secundaire preventie na myocardinfarct.
De groep van de calciumantagonisten, zoals ik al eerder zei, verdelen we in twee soorten. De zogenaamde dihydropyrines, amlodipine en nifedipine, die met name voor hypertensie worden ingezet. En ik zie dat het hier eigenlijk precies verkeerd omstaat. Verapamil en diltiazem hebben ook een hartfrequentieverdragend effect en die worden juist ook bij atriofibrilleren ingezet. Dus verapamil, diltiazem, hypertensie, maar ook atriofibrilleren, amlodipine, nifedipine, eigenlijk alleen voor hypertensie. De problemen die zich voordoen zijn nogal logisch. Bij hypotensie, als dat te veel doorschiet, kun je gaan vallen. Zeker als de orthostase is. Dus bij oudere mensen in mijn spreekkamer meet ik eigenlijk altijd ook zo af en toe eens een keer de staande bloeddruk. Bij beta-blokkade en dus ook verapamil en diltiazem kun je een bradycardie krijgen. Nou, risicogroepen, wederom ouderen. Mensen met nierfunctieverlies, met name atenolol, wordt renaal geklaard in tegenstelling tot metoprolol, dus dat is een extra risico. En ook als je het nog combineert met een alfa-blokker, zoals mensen met benigne prostaathypertrofie. Dan hebben we als laatste nog een bijzondere groep en daarvan zijn sotalol, en daarvan wil ik sotalol en digoxine noemen, middelen die we niet zo heel vaak meer inzetten. Sotalol wordt zeker niet meer zo vaak gebruikt als vroeger. Sotalol is een zogenaamde niet-selectieve beta-blokker, maar is daarnaast ook een klasse 3 antiarritmicum. En wordt dus met name ingezet bij atriumfibrilleren, rhythm control, maar eigenlijk is de eerste keus tegenwoordig een beta-blokker en rate control. Maar goed, er zijn ook best mensen die sotalol hebben. Het probleem van sotalol is dat het renaal wordt geklaard. Voor digoxine geldt een klein beetje hetzelfde. Digoxine wordt ingezet ook bij atriofibrilleren om de hartfrequentie te verlagen, maar heeft ook een positief inotropisch effect. Wordt dus ingezet bij hartfalen en atriofibrilleren. En ook voor digoxine geldt een deels renale klaring. Daarnaast heeft digoxine sowieso al een lange halfwaarde tijd, die dus nog langer wordt op het moment dat de nierfunctie achteruit gaat. Het grote probleem is dat deze middelen een smalle therapeutische breedte hebben. Dus je geeft makkelijk te veel en je geeft makkelijk te weinig. Die smalle therapeutische breedte maakt dat ze snel problemen geven bij verminderde nierfunctie of middelen die kunnen zorgen voor die verminderde nierfunctie, zoals NSAID's en de RAS-remmers. De vervelende bijwerking die je dan kan krijgen, dat zijn arritmieën, torsade de Point, waaruit je uiteindelijk eindigt in ventrikelfibrilleren. Dit wordt erger als er ook nog eens een sprake is van elektrolytstoornissen, zoals een hypokaliemie. Voor digoxine moet je er nog aan denken dat je gezien de lange halfwaarde tijd aanvankelijk bij de eerste dosering digoxine altijd even moet opladen. Dat mag je niet in één keer doen omdat je niet te hoge plasmaspiegels wil halen. Dat doen we meestal in 3 keer, een half kwart. Laatste dia van deze presentatie, zoals ik al zei, cardiovasculaire middelen zijn goed voor mensen, maar het gaat goed tot het misgaat en ze hebben voordelen, maar elk voordeel heeft zijn nadeel.